en daarna niet? En hoe verklaart u dat er zo weinig ophef over is? Ja, dank. Nou, voorzitter, er is wel veel ophef over. Alleen er is ook ophef over heel veel andere dingen. En die ophef over de cultuurstrijd waar ik het net over had. En of dat nou over rode diesel gaat. Wat ook een vorm van cultuurstrijd is overigens. Die ik wel begrijp. Kan ook bijgezegd worden. Maar er worden steeds rookgordijnen opgetrokken om niet te laten zien aan mensen dat er flink bezuinigd wordt op onze zorg. En als wij een demonstratie organiseren vorige week vrijdag op de Koekamp met allemaal zorgverleners. Zo, die zijn boos. Die zijn boos. Dus ik ben, begrijp me niet verkeerd, ik ben ontzettend hoopvol. Er zijn hardwerkende mensen in het land die gaan de komende tijd ervaren wat het is om PVV'ers aan de macht te hebben. Praat met de mensen uit Heerlen en Parkstad, afgelopen vrijdag, demonstratie bij CZ. Woest, zijn die. Ik noem ook niet voor niets de term hoogverraad. Het is wat ik terughoor van mensen op straat. Dat het nog niet helemaal overal terechtkomt, dat snap ik wel. Als ik kijk wat voor ellendige politieke consternatie we de afgelopen maanden hebben gehad. Je zou wel gek zijn om dat de hele dag te willen volgen. Dus dat het nog niet overal gevoeld wordt op dit moment direct. Nou, dat begrijp ik wel. Maar ik zie het aan de mensen die in de zorg werken. Ik hoor het van de buschauffeurs, ik hoor het van Gerard. Ik hoor het van de mensen bij het ziekenhuis. Er komt een moment dat mensen inderdaad zien en merken daardoor ook, echt merken en voelen, dat ze besodemieterd zijn. En ik hoop dat partijen die misschien nu op hun telefoon kijken of iets anders aan het doen zijn, of zeggen dat SP nooit iets voor elkaar krijgen, dat die ook gaan ervaren dat ze op die manier mensen teleurstellen, in de steek laten. En dat we op die manier nog verder van huis raken. Want volgens mij, in mijn hele leven lang wordt al gezegd, ja, er is zo'n ontzettend wantrouwen in de politiek en in instituties. Ja, dit helpt dan niet. En de geschiedenis herhaalt zich nooit in dezelfde manier, op dezelfde patronen. Maar als er niet geleverd wordt, laat ik het zo maar even zeggen, als er niet geleverd wordt door de politiek waar mensen wel hun vertrouwen in hebben gestemd, dan haken mensen af. Nou, en we zien in sommige landen om ons heen wat dat ook kan betekenen. Dat is best gevaarlijk. Dus ik ben wel hoopvol dat het tij kan keren. Maar dan moet er ook gestopt worden met de hele die cultuurstrijd voeren. En dat is ook waarom ik het steeds over klassen heb. En dat ook zal blijven doen de komende tijd. Hoe oudbollig sommige mensen dat ook mogen vinden. Volgens mij is namelijk de volgende stap van de ontwikkeling van neoliberalisme dat er een heftige cultuurstrijd wordt gevoerd en mensen als concurrenten tegen elkaar op zijn gezet, waardoor er een monsterbond bestaat tussen uiterst rechts, neoliberaal rechts, die het volk aan het verdelen zijn, en kassa voor grootvermogenden en de meest rijken in de wereld betekent. Ik was bij box 3, voorzitter. Ja, je kan het een box 3 debakel noemen. Maar ook hiervoor geldt, dit zagen mensen van mijlen ver aankomen. Er waren Tweede Kamerleden van een onzekere partij die in 1999 al zeiden, je moet dit niet op deze manier doen. Je moet het op echt rendement doen. Maar eigenlijk nog beter op echt vermogen. En simpeler maken dan dit. Want anders kom je in de problemen. En dit is dus een probleem wat ontstaan en gecreëerd is door rechtse partijen zelf. Om vervolgens dan nu te gaan zeggen, ja, deze maatregel werkt niet, mensen gaan naar de rechter. Ja, dan hebben ze inderdaad recht op een compensatie. Maar het is natuurlijk wel krankzinnig dat je dan niet die compensatie betaalt uit hetzelfde domein. En ik haal hem er toch even bij, want dat is eigenlijk ook mijn vraag aan deze staatssecretaris. Is dit uw handschrift? Ja, dit is uw handschrift. Dan is mijn vraag ook, er staat namelijk, s'il vous plaît toevoegen, binnen hetzelfde domein te weten vermogen en winst. Wat is er gebeurd? Dat is een simpele vraag. En voorzitter, want nu wordt het voor 2/3 de compensatie voor box 3, voor 2/3 wordt het gehaald, of wordt het eigenlijk gedropt in de staatsschuld. En 1/3 minder koopkracht. Ja, ik weet niet wat die onderhandelende partijen hebben gedaan, nou, maar dit is toch super logisch dat je het gewoon inderdaad uit hetzelfde domein zou doen. Dus mijn vraag ook aan deze staatssecretaris, de heer Vuilbrief deed het net, ik heb andere partijen dat ook gehoord. Wordt het niet gewoon tijd voor een hele simpele vermogensbelasting?
Maak er 1% van 2, 5, 10 wat mij betreft. U weet het. Ja, ik heb net, er wordt gelachen, maar ik heb net opgezond waar de rijkdom zit. Ja, het spijt me, maar kinderen van Gerard wilden gewoon naar school. Met leraren die goed betaald worden. En willen kunnen schoolzwemmen. Ja, laten we dat alsjeblieft betalen door mensen die een boel geld verdienen. En daar eigenlijk niks, of een boel geld op de bank hebben en er niks mee doen. Voorzitter, we zitten dus met een kabinet vol klassenkeuzes. En ze maken de verkeerde keuzes. Je ziet dat in belastingen eigenlijk zo nadrukkelijk. Het is eigenlijk de plek waar je het beste ziet. In belastingwetgeving. De werkende klasse krijgt niet wat ze toebehoort. De bezittende klasse krijgt gewoon cadeautjes. Ze hebben er niet eens om gevraagd. Het stond niet eens in verkiezingsprogramma's. Het werd van tevoren niet eens aangekondigd. Hoe het ook zou kunnen zijn, voorzitter, is heel anders. Het kan ook op een veel simpelere manier. Het kan namelijk zonder toeslagen. Met een inkomensafhankelijke zorgpremie. Kun je ook meteen het eigen risico helemaal afschaffen. Hoeft ook niet de premie omhoog en via zorgtoeslag nog een keer compenseren. En inkomensafhankelijke zorgpremie invoeren. Super simpel. Bestond ooit. Dat is best wel een goed idee. Ergens zo, begin van het neoliberalisme, dacht men, laten we dat niet gaan doen. Maar is een goed alternatief. Geen rondpompen van toeslagen. Geen krankzinnige marktwerking met concurrerende verzekeraars die om de verzekerden gaan concurreren. Nee, gewoon SEC. Heel simpel, inkomensafhankelijk. Werkt een stuk beter. Hetzelfde geldt voor de huren. Stoppen met enorme huurtoeslag. Maak het overbodig. Verlaag de huren in plaats van hem te verhogen zoals afgelopen jaar. Grootste huurverhoging in 30 jaar tijd. En dan kan de PVV zeggen, we gaan iets met de huurtoeslag doen. Ook dat is weer zoiets geweest wat op het laatste moment toch een jaar werd uitgesteld. Dus uiteindelijk betalen de huurders weer de rekening van de PVV die even de andere kant op keek. Belastingen op vermogen. Ik zei het net al. Een miljonairsbelasting. Heel simpel. SP heeft een voorstel. Alle vermogens boven de 5 miljoen belasten met 5%. Nu nagaan hè, hoe redelijk dit is. Tot 5 miljoen niet. Pas daarboven. En dat levert 12,5 miljard euro op. Geen bezuiniging op het onderwijs. Geen bezuiniging op de zorg. Geen bezuinigingen op de WW en sociale voorzieningen. Geen btw-verhogingen. Investeren in de zorg. Investeren in onderwijs. Ik kan zo een tijdje doorgaan. Het is echt niet zo heel erg ingewikkeld als men doet voorkomen. Voorzitter, Gerard heeft helemaal niets aan dit kabinet. Helemaal niets. Gerard zou iets hebben aan een kabinet wat naast de werkende klasse staat. Wat kiest voor mensen die moeten werken voor hun geld. Die een uitkering nodig hebben omdat ze even niet kunnen werken voor hun geld. Of die hun leven lang hebben gewerkt voor hun geld. AOW of pensioen genieten. Daar zou Gerard iets aan hebben. Dank u wel. Dank u wel, heer Dijk. En dan gaan we nu gewoon verder met de volgorde zoals die ook bij jullie bekend is, sprekersvolgorde.